Je moet je ook bedenken, zeg maar, aan zo'n vliegtuigje bouw je dan, nou, ik denk zo'n 200 uur of zo. Ja, dan wil je heel graag dat het heel blijft. Met een behoorlijk straffe noordoostenwind was het vandaag extra oppassen voor de modelvliegpiloten tijdens de open dag van modelvliegclub Pegasus in Enkhuizen. We zijn vanmorgen wel met een beetje dribbel voor begonnen. In de middag zal hij nog naar een viertje toe lopen en dat maakt het wel wat spannend. Windkracht 3 is het maximum. Windkracht 4 is een uitdaging. En windkracht 5, dan weet je zeker dat je met de brokstukken naar huis gaat. Wat gebeurt er met jou als dat vliegtuigje de lucht in gaat? Kan ik niet uitleggen. Alsof je je eerste kind voor het eerst naar school ziet gaan, zeg maar. En ik heb geen kinderen, hè. Dus dat... Je gaat binnen wat maken, maar je moet ook naar buiten om ermee te vliegen. Hè? Een treinbaan is ook heel leuk, maar dan ben je eigenlijk binnen. En dan blijf je binnen zitten en hier moet je wel naar buiten. Dat ging behoorlijk hard. Het was te hard, dus dat moet ik oefenen. Ja. Maar geen schade? Nee, ik heb met vooruitziende blik ook een wiel erin gebouwd met een schokdemper. Wat gebeurt er met jou als jouw vliegtuig crasht en je hebt schade? Ja, en dan is het huilen en volgende keer weer beter doen. Dat hoort er een beetje bij. Je moet wel een beetje eelt op je ziel hebben als je dit doet. Kijk, het ziet er allemaal prachtig uit, maar het gaat ook best wel eens verkeerd. En dat is eigenlijk ook het leuke van de hobby, vind ik. Maar geeft ook wel de spanning eraan. Hè? Als je naar huis gaat en alles is nog heel. En er is ook nog thermiek geweest. Nou, dan is het een erg leuke hobby, vind ik. Ja. Dan ga je met een goed gevoel naar huis. Met een goed gevoel naar huis, ja. Er is nog geen ongeluk gebeurd, hè, vandaag? Er is vandaag nog niks gebeurd. Wat dat er gaat, is er weinig spektakel voor het publiek. Ik hoop dat hij heel blijft vandaag. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, voor het shot is wel leuk als je toch eventjes crasht. Gaan we dat nu doen? Nee, grapje.